zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Dat is nog altijd niet uitgemaakt dat er geen tweede komt. Hè? Ik ben daar nog altijd over aan het nadenken. Jij misschien, maar ik niet. Hè? Come on. En ik wil er niks meer over horen. Hè? Of ik laat me terug steriliseren. Hè? Of ik snij me er niet eens af, dat ben ik zeker. Hoi, Suske. De sfeer was nu goed. Nu gaan we dat toch niet terug verpesten. Hè? Jij bent begonnen. Ja, het is goed. Ik ga het er niet meer over hebben. Voorlopig toch niet. Ik wil ook dat de sfeer hier goed blijft. Eerst, hè, Frankie. Ja, voilà. Dat is een nagel op de kop. Zeg, goed blijft, ja. Ja. Allee, ja, het is goed. Weet je wat? Ik zal bellen op de Luc om te zeggen dat ik ziek ben, hè? Oeh. Maar jij hebt een dag congé, dan kunnen we samen nog iets plezant gaan doen vandaag. Wat denk je? In een bos gaan wandelen of zo. Maar de kwestie is, Jenny die komt vandaag terug uit het gasthuis. En ik heb met een zotte kop aan ons Bianca beloofd dat ik daar zou bij zijn en zo. Lea, ik kan niet zeggen dat je je goed hart niet laat zien. Hè. Hmm. Maar je zou dat thuis beter ook eens wat meer doen. Ja, maar dat zal ik doen. Echt waar, beloofd. Echt waar. Zal ik Frankietje dan maar weer wegbrengen? Ach, is goed, zou willen zijn, ja. Ja. Allee, ik ga mijn eigen aankleden. Ja. Wat ik niet allemaal voor je doe, hè. Jongen, ik apprecieer dat ze een zusje echt waar. Ja. Allee, kom eens hier. Hm? Allee, spoeien. Zeg jong, mijn jongen denkt er niks van in de gazetstas. Geen nieuws is goed nieuws. Wat is er nu mee? Hm? Bah, kom beter eigenlijk. Ja, dat ziet er moe uit ook. En een beetje zenuwachtig, hè? Kan dat, hè? Bah, niet goed geslapen, is alles. Hm. En jij, Michelle, heb jij goed geslapen? Oh, goddekes, wie we daar hebben. Bronstig en Bowmans. Mijn bijnaam ken ik ook al, hè? Ja, en die heb ik deze nacht wel eens alle eer aan gedaan. Met Simonneke was heel content. En jij, wat heb jij gedaan? Zo, op je kin geklopt, zeker. Ik kom, geef me liever een koffie. Dag meneer dokter. Ah, dag Frank. Hij komt ook voor Jenny. Ja, dat mag toch, hè? Ah. Jenny heeft haar eigen precies wel verbeterd, hè? Wat wil je daarmee zeggen, verbeterd? Van een loodgieter naar een dokter. Ik weet niet of dat een verbetering is, hoor Frank. Allee, gij, ik wist wel een deze toch? Ja, wat zei je met een deze? Als je ziek bent, hè? Ja, het is waar. Fase heb ik het niet bedoeld. Nee, natuurlijk niet. Maar dat ziek zijn loopt een beetje de verkeerde kant uit, geloof ik. Het gaat nog goed tussen ons hoor, Danny, maar ik weet niet, het is toch zelden niet meer. En wel, dan zijn we bij de Frank aan het goede adres, dokter. De Frank weet alles over de liefde. Hoi, Frank. Angel, moeite niet. Dat is hier mannen onder één. Ja, ik weet het, een Jenny, dat is geen gemakkelijk. Maar je moet blijven volhouden, dan komt dat allemaal in orde. Je zult dat wel zien, ik ken ze. Ja, maar ja, maar ze wil geen contact. Hoe wilt je dan dat ik... Enfin, ik versta dat hoor, dat heeft tijd nodig, maar... Maar toch... Zal ik er eens mee klappen? Jij? Zal jij dat willen doen, serieus? Zeg dat toch niet, ik kan daar niet tegen. Dat is dan spijtig voor u, maar ik kan er ook niet meer tegen niks. Jij weet niet wat dat is, zeker. Leven met één borst.
Nee. Nee, ik weet niet wat dat is. Maar ik weet wel dat dat heel moeilijk is. Uit uw cursussen zeker. Moeilijk. En nog zacht uitgedrukt. Ik ben helemaal mismaakt. Maar dat is niet waar. Jij bent niet mismaakt. Hoe noemde jij dat dan? Mama, hadden ze die bos niet weggenomen, dan waren ze dood gegaan. Oh, dat was beter geweest ook. Maar zeg dat toch niet? Je leeft nog en dat is het allerbelangrijkste. Wat zou ik nu zijn zonder u? Heb je daar al eens over nagedacht, hè? Wat ik zou zijn zonder u? Ziek of niet ziek, je kunt niet alleen maar aan je eigen denken. Schat ik. Nee, kom. Gaat het? Ik vergeet soms dat ik voorzichtig moet zijn. Ik besef nu pas hoe belangrijk dat jij bent voor mij. Ik zou echt geen andere moeder willen. Ik zou u niet afgeven, ook. Zeg, maar kun ik je iets vragen? Ja, je mag mij iets vragen. Behalve over de vader van mijn kind, hè. Ja, maar ja, dat wou ik me juist vragen. Maar het is toch belangrijk voor dat kind een vader? Zeg, ik heb al genoeg zever gehad met de boek. Dat is toch niet hetzelfde, hè? Ik heb het over dat kindje. Dat kindje, hè, dat is even goed af met een moeder alleen. Ja, is dat zo? Ja. Denk je dat ik geen goede moeder zou zijn? Ik denk dat jij een schat van een moeder zult zijn. Ah. Maar ja, kun je een moeder en een vader tegelijkertijd zijn? Ja, waarom niet? Ik zal je dat kind dubbel zo graag zien, hè? Oh, dat twijfel ik niet aan. Och, ik kan bijna niet wachten tot wat er is. Ja, ik moet toegeven dat ik ook wel nieuwsgierig ben. Huh? Allee, dan ga je toch mee naar de gynaecoloog, hè? Voor een echografie? Nee, ik bedoel nieuwsgierig naar wie dat de vader is. Dat zeg ik liever niet. Ja, is dat iemand dat ken? Ik zeg het niet, Werner. Zeg, Veronique, jij doet zo geheimzinnig over de vader van dat kind dat dat toch niet meer dan normaal is dat iedereen zo achterdochtig wordt, hè? Allee, dan zeg ik vanaf nu niks meer, hè? Niemand heeft er iets mee te maken. Het is toch mijn eigen keuze dat ik de vader buitenspel laat? Ja, maar je hebt gelijk. Als jij graag een kind hebt en geen vader, zal de laatste zijn om dat tegen te werken, ze dan? We staan volledig achter u. Allee, vind ik tof. Ja. Alsjeblieft, Cedric. Dank u wel, Veronique. Smakelijk, hè? Dank u. En mag ik van de gelegenheid gebruik maken om u te feliciteren met de komst van de nieuwe wereldburger? Dat mag jij, hè. Mag een haast willen, is een beetje met de laatste. Ja, zaag niet, jongen. Ik zit al door, hè. Jo. Hij is zo laat. Wie? Onze kleine. Kleine? Hey, ik ben tegen u bezig, hè. Juri. Hij is laat. Ja, dus anders niet van zijn gewoonte. Nee, daarmee dat ik het zeg, hè. Ah, als je van de goed spreekt, is aan de staart. Scheelt er iets? Schelen? Nee, er scheelt niks. Ik ga even naar het wc. Wat zou stom zijn, moest ik op de mat staan en zo ineens... Tatami. Tatami, ja. Just stom. Nog stommer. En het wc hier, niet goed? Jawel, tuurlijk. Ik ga even... Die doet ineens zo raar. Ze hebben schrollen uw ogen uit hun kassen. Dat is niet gezond, hè? Dat is wel een verrassing, hè? Huh? Ja, dat Veronique niet alleen teruggekomen is, maar met twee. Het is natuurlijk nog een klein dingetje in wording, natuurlijk, maar dat komt wel. Ja, ja, dat is een verrassing, ja. Neem me niet kwalijk, Frank, maar ik zie dat Bianca binnengekomen is. Ik geloof dat ik ook maar eens bij Jenny ga. Dat bespaart u misschien uw klapje, hè? Klapje? Ah, ja, ja, dat klapje, ja, ja.
Zeg, als ik je twee zo eens goed bekijk, hè, dan kennen we elkaar precies goed, hè. En Veronique? Kennen we elkaar goed? Natuurlijk kennen wij elkaar goed. Maar Frank is hier vaste klant, hè. Die gaat geen dag voorbij of die komt hier zijn pintje drinken. Moet de Frank dan geen pintje hebben? Mijn koffie is nog niet op. Maar als ik ze goed bekijk, hè, dan heb je precies toch wel nood aan een pintje, is het niet? En wel, dat zal ik wel geven. En jij gaat nu in de keuken de Werner helpen. Zeg, ben ik aangenomen om een toog te doen. En wel, dat was toen dat ik er nog niet was. De keuken in. Zeg, amai. Ik heb mij precies nogal vergist in u, hè. Ik heb het begrepen, zo. Hè. Ik zal u een tijd aan tijd niet storen. Ja, kun jij niet normaal doen? Straks weet heel dorp het. Oké, jongens, ik kom zo. Ja. Ik begin maar met opwarming. Wat is dat met de jury? Ik zou het niet weten. Echt. Heeft iets gezegd? Nee. Hij is juist binnengekomen. Hij was tot content dat hij dat jobje mocht doen met mijn motto. Ah, dat heb je zelf gezien. Mm. En gisteren heeft hij mij nog gevraagd wanneer hij zijn volgende rit kreeg, dus... Hé, hey, Juri, kom aan. Kleed u rap om. De rest is al aan het wachten. Hé, hey, Juri. Deze middag 4 uur, oké? Deze middag? Je mag nog eens met de motto rijden. Deze middag? Ik kan niet. Ik heb geen tijd. Oeh. Geen tijd. Nee, sorry. Ja, spijtig. Ah. Een andere keer dan. Juri. Gaat het? Wie is met uw broer? Die koffie ruikt nogal wat beter dan die flauwe trits in de kliniek. Voilà. Dat is tof, hè? Zo'n dochter die voor mij zorgt. Ik doe dat graag. Ik ben echt blij dat je terug bent. Goh, dat heb je nu al 20 keer gezegd. Ja, maar ik ben blij dat je terug bent. Ik kan dat niet genoeg zijn. Maar ik hoor het u graag zeggen, zijn schat. Echt waar. Ik ben blij dat je terug bent. Ik ben echt heel, heel blij dat je terug bent. Nog eens. Ik ben echt ongelooflijk blij dat jij terug bent. Zeg maar, wilde jij nu eens iets weten? Ik ben blij dat ik terug ben. Nou, dat kan ook niet anders, hè? Gelijk dat jij hier in de watten gelegd wordt. Ja. Wil niemand zien, Bianca? Ja, maar dat kan niet, hè? Mensen willen nu zien. Die willen ook zeggen dat ze content zijn dat je terug bent. Ja, maar dat gaat niet. Je ziet mij hier zitten, dat gaat niet. Trouwens, we weten dat ik al terug ben. Ja, hier intersmissen niemand. Die denken allemaal dat ik je nog moet gaan halen. Bianca, ik kan nog geen mensen zien. Ik moet aan alles nog wennen. Ik ga niet. Er is wel iemand die het weet, hè? Onze pa en Dree heb ik verwittigd, maar... Zeg... Allee, verhaal, doe maar open dan. Hey. Bianca. Dag, Jenny. Weet je, die ritjes, hè, die zijn natuurlijk heel belangrijk, hè. Voor ons en ook voor u. Ja. Ik snap het. Als ik niet rijd, dan verdien ik niks, hè. Ja. Wij ook niet, hè. Ja, waarom rijd jij dan? Ik heb wel iets anders te doen. Ja, ik ook. Spijtig. Juri. Kom eens. Zeg, wat is de Stanny van plan? Zullen we straks wel horen? Zit uw broer er voor iets tussen? Oh ja, ik heb met hem afgesproken. We gaan deze middag naar de stad wat cd's kopen. En daarna nog naar een optreden. Een optreden? Van wie? Zita Swoon. Ah, Zita Swoon. Denk ik, hè. Het kan ook een andere groep zijn. Oké, ja. Soms gaat familie voor, hè. Gaat jij gerust met Christophe naar dat optreden en dan bedenk ik wel een oplossing. Echt? Ja. Maar ik kan het anders ook zo laten, hè. Ik bedoel, cd's kopen, daar moet ik niet echt bij zijn. En Zita Swoon, veel zegt dat mij niet. I paint the pictures on a wedding dress. CD.
Van ziet het schoon. Is goed, hè? Ja, ik ben meer house. Ja, nee, Juri. Afspraak is afspraak. Trouwens, Christophe was eerst. En wat dat je beloofd hebt, dat moet je ook doen, hè? Ja. Niet waar? Dus de volgende keer dan. Is beloofd. Hm. Zijn toch zeker? Ja, heel zeker. Oh ja, de volgende keer dan sta ik klaar, hè? Oké. Okay. Zo maak ik het horen. Allee, kom aan. Veronique zegt dat niet waar is, hè. Alsjeblieft, zegt dat niet waar is, hè. Zeg, zou jij mij nu geen proficiat wensen? Hoe? Is het waar? Ah ja, ben ik zwanger, hè. Dat is uitgerekend voor de 15e november. Nee, ik wil zeggen, is dat waar dat ik de vader ben? Ja, dat heb ik u toch al gezegd. En jij wou het niet geloven, ja. Maar ik zal u wel eeuwig dankbaar zijn. Dat kan niet. Allee, dat mag het niet. Frank, je moet je niet ongerust maken. Je zult geen last hebben van mij. Ja, nu is het kans. Dat kan toch niet dat ik de enige ben? Jij hebt toch met andere gasten gedaan? Dat kan toch niet anders? Allee, wij hebben het de ene keer gedaan. Dat kan toch niet van de eerste keer ook geweest zijn? Soms wel, hè. Als je goed kunt mikken. Veronique, alsjeblieft. Frank, ik wil ook niet dat dat geweten is. En ik wil ook niet dat jij voor de rest ook maar iets met mijn kind te maken hebt. Niks. Niks heb je ermee te maken. Dat is ons geheim. Oké. Maar je zegt dat toch niet zomaar voor een ozel te doen, hè? Zeg, ik meen elk woord dat ik zeg. Maar jij moet wel normaal doen, hè? Ja. Gelijk anders. Ja. Ja, heb je Angèle zien kijken? Angèle, amai. Dan mag niemand, hè? Niemand het weten. En zeker Angèle niet, hè? Ja, niemand. Ja. Je hoeft je niet meer ongerust te maken. Allee, bon. Allee, krijg ik nu nog een proficiat, of niet? Ja, allee, proficiat. Proficiat. En hoe voelt u nu? Ik ben blij dat je terug thuis bent. Sorry. Ik zit al de hele morgen niks anders te zeggen. En nu is het eerst wat jij zegt ook. Ja, maar ik zie niet goed in wat ik anders zou moeten zeggen. Ik zal jullie een beetje alleen laten, hè? Nee, Bianca. Ik zou nog... Je nog wat mogen, ik zou nog wat willen gaan slapen. Ja, maar goed hoor. Kan ik nog iets voor u doen? Nee, dat is lief, maar het enige wat ik wil doen is aan niks denken en slapen. Ja, goed. Ik kan hier misschien een beetje wachten tot wanneer je wat geslapen hebt. Dat is niet nodig, nee. Mama, denkt u nu ook niet dat het beter is dat... Nee, Bianca, nee. Laat me niet maar doen, kom. Ja, maar het is een kleine moeite, hoor. Dat is geen probleem. Nee, maak het niet nog moeilijker dan het al is. Maak ik het u... Jenny, je weet toch wel wat ik voor u voel, hè? Ja, het is goed. Ik heb het begrepen. Allee. Allee, dan zal ik het nu maar eens afbollen. Hoeveel is dat voor die koffie? Laat maar zitten. Dat is van mij. Steek jij maar niks in uw kop. Ik je? Wat moet ik daarin steken? Is er iets, Frank Bouwmans? Er steekt al zoveel in, hè? Ja, dat is waar. Allemaal leugens, dat steekt erin. Maar je ziet het aan die pak bij Simon, hè? Dat heeft hij zelf ondervonden, hè? Tussen Simon en mij gaat alles terug goed. En zeker sinds dat jij de deur uit zei. Zijn er problemen geweest? Och, als jij Frank zo goed kent als dat jij beweert, dan zou je toch moeten weten dat er met Frank altijd problemen zijn. Amai. Het gaat precies niet goed tussen alle twee, hè? Niet goed gaan? Dat gaat gewoon niet. Langs geen kanten. Wil de Simon wel mijn groeten doen? Groeten doen? Ben ik radiodon en hier doe ze zelf de groeten. Tussen mij en Simon laat ik niks ermee tussenkomen. Niks of niks. En jij zeker niet. Het is curieus hoe lang dat gaat duren, hè. Godverdomme, hè. Dat wijf staat er nu eens altijd. Hè. En altijd op de verkeerde momenten. Het gaat terug goed tussen Simon en mij. En ze staat er. Mensen zal ik dat wijvende binnen, hè, die zou ze moeten verbieden. Dat soort volk, dat zou ze niet op de wereld mogen zetten. Zeker niet mijn geburen. En die Veronique nog, jongens. Dat is ook niet gemakkelijk, hè, jij?
Nou, nu dokter, wat zit jij daar te doen? Een beetje zitten, een beetje bekomen. Lekker jij zeker? Oh, het valt allemaal nog wel mee. Ah ja? Zo zie je er anders niet uit. Maar liefst zijn dat niet gerokt bij Jenny, hè? Durfde niet. Je had schrik, hè, met de poepers, hè. Gaat de moed niet, hè? Ik had de moed wel. Ik ben bijna naar binnen gegaan. Maar 2 minuten later stond ik weer aan de deur. Ze wil mij niet zien, stel je voor. Waarom doe jij nu zo? Heeft de Frank u iets misdaan, of wat? Mij? Nee, mijn zuster. Simonneke, dat is toch een goed koppel, hè? Af en toe misschien wat strubbelingen, ja, maar dat is normaal. Strubbelingen, dat is daar regelrecht een oorlog, Veronique. Je bent precies jaloers op hun geluk. Oh, ik jaloers. En zij gelukkig. Weet je wat? Een Simone, die is veel beter af met de eerste en beste vent die hier komt binnengewandeld, hè, dan met jouw macho van een Frank. Oh, ik vind dat er niks mis is met de Frank. Ik heb die laten wegjagen, maar dat moet je niet laten gebeuren, hè? Jij hebt je daar binnen misschien niet laten wegjagen? Nee. Ik was blij dat ik daar weg was. Ah. Mag mij dus niet laten doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè, Frank? Als iemand zegt dat je niet wil zien, kun je toch moeilijk blijven rondhangen, hè? Jawel, je moet blijven hangen, blijven rondhangen. En haar overtuigen dat dat belangrijk is om elkaar te zien. En graag te zien. En klappen met elkaar, dat is ook belangrijk, hè? Klappen, hè? Klappen. Misschien dat jij een beetje kordater bent dan ik, hè, Frank? Ja, dat is waar. Ik laat niet op mijn kop kakken door niemand. Dat zal wel. Wow, de camera is aan het werk. Misschien dat dat voor een beetje een afleiding zorgt en dat Jenny ondertussen misschien een beetje bijdraait. Fijn, dat hoop ik tenminste. Zeg, nu heb ik hier toch met Tree te doen, ze. Bianca, zeg. Ik wil er niet over praten, niet nu. Ik ben nog veel te moe. Oké, ik heb de hint begrepen. Hey, geen belet. Dag, zusje. Frank, wat kom jij hier doen? Dat is vriendelijk, hè? Hey, wat kom ik hier nu doen? Allee. Ja, sorry. Ik vind het liefzinnig, maar ik ben nog zo moe. Ik wilde juist wat gaan rusten. Ja, maar rusten, je kunt nog een hele dag rusten. En in de kliniek heb je niet anders gedaan dan gerust. Heb je dat warm genoeg? Ja. Ja, maar moet je geen deken meer hebben? Nee. Want in de kliniek is dat zo heet, en als je daar op straat komt in die kou, die overgang, je hebt een valling vast voordat je het weet. Ja, zeg, zie dat ik hier morgen rondloop met een snotvalling. Dat zou pas erg zijn, hè. Amai. Ik zeg het voor uw eigen goed, hè. Allee. Ik zie dat onze pa u goed gaat soigneren. Ja. Tadaa. Salut, hè. Maar ik vind het liefste, hè, dat je zo bezorgd bent. Oh. Natuurlijk ben ik hier bezorgd. Waarom zou ik nu niet bezorgd zijn? En hoe is het ermee? Is ze jong. Maar het is beter. Ik geloof er niks van. Frank, alstublieft. Het is niet goed met jullie, dat zie ik zo. Allee, kom, zwijg. Jij houdt uw eigen struis. En voor wat in godsnaam? En voor wie? Voor mij toch niet? We kennen elkaar al zo lang, we hebben al zoveel meegemaakt samen. Allee, jij met mij dan toch? En nu dat jij dit meemaakt, dan ben ik erin, dan sta ik erin. Allee. Kom eens hier. Kom eens hier. Godverdomme, wat kom je dan hier doen? We komen u een bezoekje brengen. Mag dat niet? Hè? Heb je dat niet graag misschien? Nee, ik heb dat niet graag. Zeker niet als je niet klopt of niet belt. Maar stofke toch, jongen. Zoveel manieren heb je anders ook niet. Stel je voor, eerst bellen en dan vragen of je iets mocht stelen. Dat zou nog eens een goeie zijn. Bon, ik zou nu juist op punt om te vertrekken. Hè. Als je hier nog lang wilt blijven rondhangen. Ja, wij wilden nu iets vragen. Over de jury. Wat is het met onze jury? Oh god, het is weer vandaag. Ze verbistouwt zich weer van den domme. Deze namiddag, een afspraak. Weet het nog? Ik heb geen afspraak, manneke. Ah, nee? Ah, tja. De jury die zei dat jij mij had afgesproken om 4 uur. Van de middag? Ja, van de middag om 4 uur, ja. En waar gaat het dan naartoe? Hé? Waar gaat het naartoe? Dat hebben we nog niet afgesproken, dat mag jij kiezen.
Jij moet niet proberen om ons voor de zot te houden. De Stanny weet heel goed waarmee dat jij bezig bent. Jij wilt uw broertje beschermen.